Hele goedemiddag allemaal. Het is belangrijk dat vrouwen leven, werken, doen en bijdragen vanuit hun unieke, bijzondere, pure power. En dat is de reden dat we hier vandaag met elkaar zijn. Hier en nu wil ik je vragen om je make-up te verwijderen en je te laten zien zoals je bent. Het was toch wel heel confronterend en niet zozeer wat make-up te maken, want ik ga vaker zonder make-up naar buiten. Maar ik realiseerde dat het me eigenlijk zat in de controle. Daardoor dat je gaat delen, ook wel het stukje met de make-up afhalen, waarbij je als vrouwen onderling dat stukje ja, kwetsbaarheid toont en ook deelt. Dat maakt ook dat je gelijk meer connectie voelt met elkaar. Dus dat vond ik heel mooi. Mooie sfeer tussen al die vrouwen die allemaal graag contact maken. Maar ik denk dat het meer is dan ik verwacht had. Ik denk dat het een combinatie is van verschillende power elementen die ze hebben ingezet. Waaronder kunst, dans, zang. Maar ook hun eigen authentieke verhaal, waardoor ze toch ook andere vrouwen daarmee kunnen inspireren. Maar ik merk ook dat er gewoon heel makkelijke interactie is, dus dat iedereen gewoon heel open staat voor elkaar. En dat vond ik zelf heel bijzonder, want ik heb zelf ook een handicap aan mijn vingers en tenen. En ik vind dat gewoon heel mooi dat dat soort mensen toch gewoon krachtig staan voor wie ze zijn. En ik denk dat vele vrouwen met ons dezelfde uitdaging hebben. Omdat ik weet dat er heel veel krachtige donkere vrouwen zijn die ook een betere plek verdienen in de maatschappij. Ik vind het zo mooi wat hier gedeeld wordt, want dat stukje kwetsbaarheid. Ik heb ook jarenlang altijd achter een masker geleefd en nooit kunnen zijn wie ik echt daadwerkelijk wil zijn. Ik stak mijn vinger op en toen ik dat deed, toen bedacht ik me in eerste instantie van oh, dat zullen ze vast wel stom vinden, van nou, die wil aandacht of zo. En terwijl ik eigenlijk mijn intentie was om juist iedereen te laten weten van je staat er niet alleen voor. En iedereen zit op een gegeven moment in een fase in hun leven waarvan ze denken, ja, wie ben ik nou echt? Alleen het raakte me. En dat stukje kwetsbaarheid, dat had ik van mezelf even niet verwacht. Complimenteer jezelf. Why wait for someone else when you can do it yourself? You can do it all day, all the time. Je vindt je eigen schoenen mooi. Je hebt ze zelf uitgezocht. Who cares wat iemand anders ervan vindt? You like the way your hair is because you decided to wear it that way. Who cares what anybody else says? Complimenteer jezelf de hele tijd, de hele dag, all the time. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Alles wat je goed doet. Yes, ik heb weer iets fantastisch gedaan. Ik heb vandaag de lekkerste macaroni gemaakt. Vandaag. Hij is nog lekkerder dan die van gisteren. Doe het. Wacht niet op andere mensen. Jullie willen niet weten hoe ik door de huiskamer sta te dansen. Denk, woehoe, dat was een lekker broodje kaas. Cha-ching, I did it. Ja, ik vond dit fantastisch. Ik ben helemaal nu in het empowerment gebeuren. Ik ben blij dat ik ben gekomen. Ik denk dat ze nog maar het topje van de ijsberg hebben laten zien. En dat er nog veel meer aan zit te komen. Dat is een hele goede ervaring, dus ik heb er absoluut geen spijt van. Ja, zou iedereen zo'n event gunnen?